De TTS is voorbij. De reden daarvan is natuurlijk om even een bezoekje te brengen naar Thomas van Leeuwen. Want ja, dat was toch een van de rijders in de moto. En dat wel de klasse 3 GP. Ja, Thomas, ten eerste natuurlijk, laten we eerst even beginnen. Hoe ben jij eigenlijk in de racewereld terechtgekomen? Want ik kan me nog herinneren, jij was eigenlijk een motocrossertje. Aha, ja, vroeger, ja, je moet ergens beginnen. Ja, als kleine jongen met zo'n familie, dan rol je er eigenlijk vanzelf in. Opa Teunis, die vroeger ook gereest heeft in de 50cc. Van de andere kant, mijn opa zijspancross. Ja, mijn ooms, mijn vader, ze crossen of racen allemaal. En dat gaat er vanzelf in. Dat gaat vanzelf. Ja, de motocross heb je niet al te lang in gezeten? Nee, klopt. Ik heb met crossen heb ik eigenlijk vrij weinig gedaan. Dat deed ik gewoon puur voor de hobby. Want het racen, dat leek mij mooier. En op een gegeven moment, toen ik 12 was, kreeg ik de kans om erop te stappen. En die heb ik met beide handen aangegrepen. Ja, hoe maak je dat dan mee? Want ja, je bent nog maar een jongetje. Ja, dat klopt. Nou, mijn oom die heeft altijd geraced, oma Wilhelm. En mijn vader die heeft daarna, toen mijn oom heeft een zwaar ongeluk gehad in 2000. En mijn vader heeft altijd andere coureurs aan het rijden gehad. Ja, en dat wil je dan zelf ook, hè. Dat gaat vanzelf. Ja, en dan gaat de stap steeds verder. Je hebt ook hele mooie resultaten gehad, hè? Ja, klopt. Ik heb heel veel mooie resultaten gehad. Ik heb toen ik 14 was Red Bull Rookies Cup gereden. Ik was de eerste Nederlander die daar aan mee mocht doen. Dat is zeg maar het wereldkampioenschap onder de 17 jaar. En daarna heb ik TT in 125 ook nog een keer mogen rijden. Ook met helemaal een zelfgebouwde motor door mijn vader en onze monteurs en ikzelf natuurlijk ook. En dit jaar weer. Ja, want ja, je moet de kosten eigenlijk dekken houden. Zeker, dat is het grootste probleem. Maar dat is dan weer het voordeel van ons. Racen, dat is bijna niet te betalen. En doordat wij alles zelf maken en doen, is het voor ons wel redelijk te doen. Je moet natuurlijk een hoop sponsors hebben. En dat, ja, we redden ons. Ja, en dan gaan we natuurlijk naar de hectische week die achter je ligt, denk ik. Want wanneer kreeg je te horen dat je een wildcard kreeg voor de wedstrijd afgelopen zaterdag? Nou ja, we hebben natuurlijk een wildcard aangevraagd. En dan is het afwachten of je hem krijgt. En dat weet je natuurlijk 2-3 maanden van tevoren, weet je al of je hem hebt, ja of nee. En dan, we hebben echt een hectische week gehad, ja, daar heb je gelijk aan. Ja, wanneer ben je daar naartoe gegaan? Wij zijn dinsdagavond al vertrokken. En dan moet je natuurlijk de vrachtwagen opbouwen. En dan woensdags de technische controle van de motor. En door de FIM, zeg maar. Dus dat is de organisatie die kijkt of onze motor aan het reglement voldoet. Of alles klopt, zeg maar. En daar gaat ook een hele hoop tijd in zitten. Ja, daar ben je een hele tijd mee bezig. En dan mag je de baan op. Wat voor een gevoel krijg je? Kijk. Het eerste jaar dat ik meedeed, dan sta je eigenlijk overal nog een beetje versteld van wauw, nou mag je meedoen tussen de grote jongens. En nu ging ik er eigenlijk in van ik ben niks niet minder als ik ga gewoon, ik sta daar gewoon, het is klaar. Vol gas gaan en dat telt. Het mooie is ook van alles, de motors die eigenlijk hier binnen staat, die heb je eigenlijk helemaal zelf ontwikkeld qua vorm, hè? Klopt. Ik heb je hebt natuurlijk mensen nodig die je erbij helpen. Want zo'n frame, dat is heel lastig. En dan heb je mensen met echt heel veel ervaring nodig. Wat voor mensen heb je dan om je heen? Wij hebben Nico Bakker. Nou, dat is een hele bekende framebouwer hier uit Nederland. Nou, die zit al jarenlang in de race. En die hebben wij erbij betrokken of die voor onze framebouw bouwen. En we hebben zelf aangegeven hoe en welke kant we op willen, qua stijfheid en qua geometrie. En dan bouwt Nico Bakker zo'n frame voor ons. En dat is dan een hoop testen en het resultaat mag er zijn. Ja, dat mag er zeker zijn, want als ik die machine zo heb bekeken, ja, dan is er nogal een kostenplaatje, want het weegt eigenlijk niks. 80 kilo alles totaal, hè? Klopt. De motor die weegt 80 kilo geheel. Ja, het duurste en het beste materiaal wordt ervoor gebruikt, zoals titanium, carbon, het beste aluminium dat er is, magnesium voor de wielen en ja, dus top. Ja, en dan praat je over een waarde van, daar kun je een mooi huisje voor kopen, denk ik, 120.000 euro.
Ja, dat is wel wat de fietsen kosten. Ja, dat kost hij ons niet omdat we heel veel zelf maken. Maar als je een echte fiets zou moeten kopen van gelijkwaardig niveau, dan ben je dat zeker weten kwijt. Ja, dan ga je de baan op, de trainingen. Hoe ging dat? Ja, de trainingen gingen echt super. De eerste training stond ik 24e. Toen stond ik er gelijk al mooi tussen en qua tijden ook heel goed. En ja, de kwalificatie stond ik 33ste. En ik stond met 2,4 seconden achter de kopman. Ja, dat zegt echt wel iets over het niveau, want het niveau is super hoog in het wereldkampioenschap. Ja, en wat wij hebben laten zien, dat is gewoon, dat is super, super goed. Omdat met onze eigen motor staan wij tussen de fabrieksjongens die echt miljoenen investeren en erin pompen om het beste materiaal te maken. En dan sta je wij met onze eigen motor op 2,4 seconden achter die mannen. Ja, dat is fantastisch. Ja, je praat dan eigenlijk globaal een beetje over tijd. Als ik het nog heel goed kan herinneren, 1.46 zo'n beetje. Klopt. Ik reed 1.46.2 in de kwalificatie. Ja, en dat zijn tijden, als je dat in het OMK bijvoorbeeld doet met het Nederlands kampioenschap. Ja, dan sta je ver los van de rest. Maar nu sta je daar 33ste mee. Dus, die snelle mannen, wat van gedachten heb je daarover? Heb je daar respect voor of zeg je van dat ga ik zelf wel afdwingen? Tuurlijk, dat ga je zelf afdwingen, want jij wil daar ook staan. En dat is ook ons doel. En we geven natuurlijk de strijd niet op, nee. Dan pak je de wedstrijd zaterdag, er zitten 90.000 toeschouwers langs de baan van TT. Is dat de meest haalbare toeschouwers voor jou, wat je achter hebt liggen of niet? Nou ja, natuurlijk, dat zijn de meeste toeschouwers die hebben wij bij een OMK of bij een IDM hebben dat niet. Ja, dat is super. Alleen qua rijden maak je daar eigenlijk weinig van mee, want de focus ligt toch echt op het rijden. En ja, de mensen eromheen, die heb je pas later door als de warming of de, zeg maar, de uitloopronde erop zit. Nou, die heb ik niet gehaald, jammer genoeg. Dus. Die ging even mis, hè? Klopt. Ik had jumpstart noemen ze dat. In het WK is het zo dat je helemaal, als je stilstaat op de grid voordat je moet starten, als het licht aan is, dan moet je stilstaan. Dan mag je niks bewegen. Ja, en ik bewoog mijn motor heel iets naar voren. Ja, jammer. Het had echt 0,0 voordeel. Maar ja, bewegen is bewegen. En dat is voor hun een jumpstart. Dus dat is een reden voor een drive-through penalty. Dus dan moet je door de pits. Ja, de eerste bocht viel er gelijk al iemand voor me, waardoor ik van mijn gas af moest en uit moest wijken, dus ook van de baan af. En daardoor kwam ik een heel eind achter de laatste weer te liggen, omdat dat gebeurde. Dat was echt heel jammer. Ik heb het gat dichtgereden, totdat ik het bord drive-through kreeg dat ik de pits in moest. Nou, dan moet je met de motor... Dat is een gok, hè? Ja, dan moet je met 60 door de pits. Nou, dan moet je echt, als je de baan weer inkomt, moet je echt rijden voor waar je waard bent, dat je er weer bij komt. Ik had een gat van meer dan 20 seconden. Ik heb hem uiteindelijk na 10 seconden gekregen. Alleen toen kregen we problemen met de motor. Ja, toen was het einde verhaal. Dat is de ene kant natuurlijk jammer. Maar ja, als je dan in zo'n stelling zit, wat denk je dan? Is het balen dan dat je denkt, ja, ik heb een jumpstart gemaakt. Jongen, wat dom? Ja, ik had het gelijk al toen ik daar stond. Ik had hem eigenlijk al een klein beetje door van, ja, ja, ik heb bewogen en... Jammer, echt heel jammer. Maar aan de andere kant, we hebben echt laten zien dat wij er van het weekend gewoon echt bij stonden. Dat ik had het aan het begin van het weekend zelf eigenlijk ook niet helemaal verwacht. Ja, het is echt super. We zijn echt blij en het hele team eromheen, alle mensen, die hebben echt keihard gewerkt. Want ik ben er ook nog een keer naast gaan liggen om de boel weer voor elkaar te krijgen. Ja, dat gebeurt. Ja, dat gebeurt zeker. Hoeveel mensen zitten in het team bij jou? Nou ja, je hebt sowieso twee monteurs. Eén is chefmonteur, dat is mijn vader. Die vertelt een klein beetje wat we moeten gaan doen. Nou, die helpt natuurlijk zelf ook mee. Dan hebben we gewoon nog een normale monteur. Je hebt een dataman. Die leest de motor uit. En dat is Joey Litjes, is dat ook een oud coureur. Die helpt mij, die kijkt langs de baan voor mij. Wat ik doe als ik aan het rijden ben en hoe die anderen rijden en wat het verschil is. En die heeft zelf ook heel veel ervaring omdat hij zelf gereden heeft. Ja, en die helpt mij daarmee. Dat zijn echt die mensen die je nodig hebt. Nou, en dan heb je ook nog een soort
ja, loopjongens, zeg maar. Die regelen de banden, dat voor elkaar is. Ja. Het kuipwerk, dus als ik val bijvoorbeeld, dat de onderdelen klaar liggen, die vervangen moeten worden. En je hebt ook nog mensen die aangeven in de pitstraat. Dus mijn rondetijden, dus als ik voorbij kom met 200, die geven met pitboard aan welke ronde, wat de rondetijd is en allemaal van dat soort zaken, wanneer ik de pits in moet. Dat hoort er allemaal bij, hè? Hoort er allemaal bij, ja. Ja, ja, en dan is het, de wedstrijd is afgelopen. Hoe gaat die mediacircus achteraf? Krijg je mensen bij je van bladen, televisie, die jou benaderen en zeggen, Thomas, kom eens even, ik wil even met je babbelen? Ja, er zijn heel veel mensen die na de wedstrijd, maar ook voor de wedstrijd, tijdens de trainingen. Ja, ze komen eigenlijk op ieder moment van de dag komen ze langs, want ze willen allemaal weten hoe het met je gaat. En ja, dat is super natuurlijk. Zoveel aandacht krijg je normaal gesproken niet. En dat is wel iets aparts. Wat zijn jouw plannen eigenlijk? Mijn plannen zijn om volgend jaar een volledige start in de MotoGP 3. En daar zijn we mee bezig om dat voor elkaar te boksen. Kun je iemand vinden die financieel dat kan, ja, eigenlijk kan bijdragen daarin? Om te zeggen, nou, dat is dan wat makkelijker. We weten allemaal, AS is één baan in Nederland. Meer banen hebben we niet. Dus qua mogelijkheden, training is een stuk minder. Die faciliteiten, zijn die er nu ook al om wat meerdere malen naar Spanje bijvoorbeeld en Italië te gaan? Nou ja, op dit moment is er nog niet zo iemand voorbij gekomen of in gesprek geweest. Ja, we zijn echt hard bezig om te kijken hoe we het gaan voor elkaar gaan krijgen. Zoals we het nu doen, dus echt alles zelf doen en maken en bouwen, is het te betalen. Ja, en als we naar de GP moeten, dan moeten we geld meebrengen. En we zijn natuurlijk bezig om te kijken hoe we dat voor elkaar gaan krijgen. Ja, en dat is het moeilijkste. Want ja, eigen geld, zeg ik vaak, maak je geen kampioen. Nou, als het geld goed genoeg, het bedrag goed genoeg is om daar te komen, ja, dan zeg ik van waarom niet, maar dat is niet het geval. Nee, je hebt eigenlijk nog steun nodig van buitenaf. En die zegt, Thomas, we gaan er geld in pompen. We gaan de faciliteiten voor jou wat uitbreiden. Dan liggen je kansen natuurlijk ook veel beter. Klopt, dan liggen de kansen veel beter, ja. Ja, want dat is eigenlijk de enige manier nu om nog in de MotoGP terecht te komen. Dat is gewoon geld meebrengen. En dan moet je je bewijzen. En als jij goed genoeg bent, dan kun je of voor niets rijden of je krijgt geld toe. Ja, dat is altijd maar afwachten. Waar heb jij bewondering voor? Is het Rossi, Marquez, noem allemaal maar op? Ah, tuurlijk, je hebt wel die jongens die gaan allemaal stuk voor stuk hartstikke hard. En ik heb eigenlijk niet iemand waar ik van zeg, die bewonder ik echt, want ik wil er zelf gewoon staan. En, Zou jij met die machine van bijvoorbeeld Lorenzo bij de top 5 kunnen rijden als je die machine in bezit krijgt? Nou, dat weet ik niet. Ik heb nog nooit met zo'n MotoGP-motor gereden. Ja, dat denk ik nog niet. Daar is de ervaring die ik nog heb. Kom meer bekijken. Klopt. En dan moet je eerst de overstap maken naar de motor 2. Dus er zit weer een stap tussen en dan eventueel zoiets. Ja, dat klopt. Want mensen die naar de TT gaan of televisie kijken, die denken, nou, dan gaat het spulletje. Het stelt allemaal niks voor. Maar wat moet je ervoor doen door de week conditioneel? Ja, dat is bijna iedere dag trainen in de sportschool. Ja, mentaal moet je ook heel sterk in je schoenen staan. Want het grootste probleem is vaak, je kunt heel hard vallen. Je kunt ook over de 200 kun je eraf gaan. En hoe je daarvan opstaat en hoe je er dan weer opstaat en op gaat zitten, nou, dat is heel belangrijk. Want dat maakt je groot. Dus echt het randje opzoeken, je kunt er overheen, dan kun je vallen. Maar precies op datzelfde niveau instappen, dat is ook een hele kunst. Wat zijn de wedstrijden nog die komen gaan voor je? Ik heb nu momenteel nog ONK's in IDM staan. We zijn bezig om naar Spanje te gaan voor de laatste twee Spaanse kampioenschapswedstrijden. Ja, voor het ONK staan we er hartstikke goed voor. Staan we eerste. Ik heb de eerste drie wedstrijden allemaal gewonnen. Dus dat lijkt heel goed voor het Nederlands kampioenschap. En nog een paar IDM-wedstrijden gaan we erbij pakken. BSB in Assen, dus de British Superbike. Daar hebben we vorig jaar ook een heel mooi resultaat gehaald. Tweede plek. Met snelste raceronde en daar kijken we ook weer naar uit. Misschien nog feest weer hier in de montageruimte. Ja, dat zeker weten. Ja.
Thomas, bedankt voor de gastvrijheid natuurlijk, dat we even bij je mochten zijn, want dat is leuk. Uit de gemeente Oldebroek, een Thomas van Leeuwen, even in beeld brengen wie het is. Tot slot, hoe oud ben je? Ik ben 18 jaar. Hoe lang wil je doorgaan? Zolang als het kan. Heel goed, ik wens je heel veel succes en nogmaals bedankt. Dank u.